eerste jaar. Did you sleep well? Yeah, thank you. You always eat this? Yeah. Where do you put it? Je zou denken dat ik door dat geflirt echt zwaar op Milan zou afknappen. Chicken heart. Chicken heart? Yeah. Like for real man. Durf jullie dat? Ja. Ik bedoel, nee schudden is ja in het Bulgaars. En ja knikken betekent nee. Is dat yes. You? Yeah, that's me. Het is toch gewoon een skatebaan? Vet. En do you guys wanna come? Yes. Yes. Ik had wel echt willen gaan eigenlijk. Ja. Ja, vanochtend hadden we dus iets van strudel. Nee, ik vond het ook wel mooi toen die jongens bijna over mijn nek gingen. Toen ze de kippenhart aten, hè? Wat is er? Iets veel gegeten, denk ik. Bloedheet. Heet? Ja, nee, ik voel me echt beroerd. Het zijn vast die kippenhartjes. Ja, maar even serieus, is een play in de buurt, want ik heb hem echt nodig. Als Milan ziek wordt, dan kan ik natuurlijk wel een soort van verzorger zijn. Dat ik een beetje thee breng en naast hem zit en zo. Vinden we weg echt wel terug? Ja, precies. We hebben elkaar. En dan gaan wij met z'n drieën verder. Nou, toen ik wegging voelde ik me eigenlijk gelijk een stuk beter. Alleen nu nog even dat skatepark vinden en dan hebben we de beste dag ooit. Echt, alle straten leken op elkaar. Het was net alsof we een rondje aan het lopen waren of zo. Yo! And you're a good skater. Thank you. And you're like, not that good. Dat is een beetje slecht. But don't worry, I'll teach you. Can you teach me like some words? Prijatelka. Girlfriend. Prijatelka. Je vraagt of je een vriendin hebt gehad. Oh no, I don't have a girlfriend. Do you have like a prijatelka key? No, I don't. Ik voorpraat je toch een kortoja. Oh, this is Boris. Get out. This is Mr. Get out. Whoa, tranquilo. Boyfriend. Ex. Boyfriend. Nothing is cool. Whoa. Go, get out of here. Heb je enig idee hoe groot deze stad is? Het enige wat ik ken is het gasgezin. Maar één ding doen. Gaan jullie dat dan echt diep in de shit zitten? Ja, zitten we nu toch ook? Kijk om je heen, man. Wil je hier slapen en beroofd worden? Wat denk je, zouden ze er bijna zijn? Ja, weet ik veel. Wat heeft dit in vredesnaam te betekenen? En die vroeg of we mee naar de skatebaan gingen. Dus. Nou, wat? Ja. Het kan me ook verder helemaal niet schelen wat jullie gedaan hebben. Ik hoorde straks wel. Krijgen we straf of. Ja, wat denk je? Ben je nu helemaal gek geworden of zo? We mogen wel blijven, maar ja, ze gaat wel onze ouders bellen. I'm sorry!